Oh, Felice moet huilen. Felice, nee. Oh, jee. Oh. Phonics, Phonics. Phonics Candy Quiz. Ja, Papa Jay. En Kids. Papa Jay is in de building en die gaat de Phonics Candy Quiz spelen met al zijn lieve kinderen. Verloren of dus. Tegen zijn kinderen of eigenlijk. Tegen zijn kinderen, moet ik eigenlijk zeggen, inderdaad. Eerlijk, hè? 5-1. Ja, dus? Jongens, ik ga het eventjes uitleggen. Ook voor de mensen thuis. We hebben in de studio voor de kinderen ligt een enorme berg met snoep. Ja, er zitten onder andere Oreo's, Smarties. En een grote lollipop. Chips. En een grote lollipop. Voor de kinderen ligt een hele grote berg met snoep. En voor papa Jay ligt allemaal groenten. Hè? Wat hebben we daar allemaal, Vanes, onder de groenten? Ja, broccoli, komkommer, wat zie je daar liggen, Talita? Ik zie aubergine. Tomaat. En dan nog meer paprika. Ja, dus ja, allemaal hele gezonde dingen. Ik denk dat de kids het toch wel leuker vinden om met heel veel snoep naar huis te gaan. En dat kan ook, want we gaan dus de Phonics Candy Quiz spelen. We gaan jullie zometeen een aantal vragen stellen. En voor iedere vraag die de kinderen goed hebben, mogen ze een stukje snoep uitkiezen. En voor iedere vraag die papa Jay juist weet te beantwoorden, mag hij een stukje snoep van de kinderen weghalen en daarvoor een stuk groente in de plaats leggen. Groeten, luister. Ik heb hier 5 dingen. Er zit wel een verschil in de berg snoep. Maar ja, we gaan er al voor uit dat je verliest, papa Jay. Ja. Ik denk inderdaad dat je een hele drukke nacht gaat krijgen met al het suiker van die kinderen. Ja. Maar het is hartstikke leuk. Ja, laten we nu gewoon de eerste gaan doen. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Oké, okay, let's go. Ik ben er dan ook klaar voor. Ja. Je hoort hier een fragment uit een lied die jullie allemaal wel langs hebben horen komen bij Phonics. En ik ben heel benieuwd of jullie horen welk woord er is weggepiept uit dat nummer. Wow. Ja, let goed op. Doe normaal en... Talita. Oké, Talita mag... Wasmachine. Je was snel. Talita mag het antwoord geven. Jij bent de oudste, vertel. Het woord was niffo. Ja! Yeah! Oké, je mag hem iets uitkiezen jullie uit onze mag iets snoepbar. Uitkiezen. Tomaat. Wat ligt er tussen waarvan je denkt, yeah, daar krijg ik het warm van? Ik heb een tobbeloro. Een lekker stukje chocola. Nou, dat vind ik een hele, hele goede keuze. Slecht voor je tanden. Oké, zijn jullie klaar voor vraag 2? Ja. Oké, ik laat jullie weer even een fragment horen van 2 hele bekende Phonics artiesten. En de vraag is eigenlijk, hoe heet dit liedje? Jordan. Okay. Verleden tijd. Verleden tijd. Yeah! Ik luister, ik heb geen tijd. Dit betekent dat de Jordan, kinderen... je mag een lekker stukje snoep uitkiezen. Hij heeft een reuze lolly gekozen. Lekker zeg, Jay wordt helemaal gek hier. Helemaal bar. Ja, laten we gewoon doorgaan naar de derde vraag. Zijn jullie daar klaar voor? Ja. Oké. De volgende rapper, dus een rapper in Nederland, is de meest beluisterde artiest op Spotify van het jaar 2018. Een hint, hij deed ook mee aan Expeditie Robinson en toen was dus vuursteen kwijt. Jay, vertel. Nou, misschien weet je het al, maar... Joey Bravo, B, Moola B of C, Yo Silvio. Yo Silvio Brucci! Ja! Jay heeft hem goed. Ja, hey Jay, nu, dit is het moment. Er zijn 2 stukjes snoep gepakt. Jij mag nu een stuk snoep afpakken en daarvoor een stuk groente in de plaats leggen. Oh, eentje? Ja, eentje. Eentje, ja. En jullie vinden deze wel lekker. Zal ik net die reuzenlolly... Hij pakt al de aubergine. Wat gaat hij pakken? Hij gaat de aubergine neerleggen en hij pakt een reuzenlolly. En gelukkig heeft Jordan er nog eentje, dat scheelt. Nou, we gaan door jongens. Vraag 4. Ronnie Flex zei eerder dat hij dit de doopste vrouw vond in de rap game. Ja, het gaat om deze dame. Jay. Jordan! Ja, nee, Jay mag zometeen het antwoord geven. Hij begint al te dansen. Jay mag het antwoord geven. En Felice steekt haar hand op, maar je was te laat, schat. Anders kijk ik echt teleurgesteld. Zou papa je zeggen? Jij mag sowieso eentje kiezen. Verlies moet huilen. Verlies, nee. Mijn hart, ik kan niet meer aan, man. Heartbreaking, mensen. Verlies moet huilen. Ach, lieverd. Hé, hey, mami. Nou, Verlies, wil jij het antwoord geven? Geef het antwoord. Ja, geef het antwoord. Zeg het dan. Selfie. Nee. En wie is de artiest? Latifa. Zeg, Latifa. Zeg het dan. Zeg het maar. Latifa. Ja! Nou schat, jij mag 2 stukken snoep uitkiezen van mij. Dat je zo lief bent.
En KitKat. We hebben geen KitKat thuis, maar KitKat. Wij hebben natuurlijk een hele tafel vol met snoep. Wij gaan dat zelf natuurlijk niet opeten. Nee. Pas op, hè. Zullen we een bonusvraag doen? Een bonusvraag? En als ze die goed hebben, dan mogen ze alles hebben. Zullen we dat doen? Ja, dat is het. Ja. We doen een bonusvraag. Oké. Als ik het win, die bonusvraag, dan blijft alles snoep hier, hè. Inclusief groenten. Nee, dan blijft alleen het snoep wat daar ligt, blijft hier. Maar als je het niet juist hebt, dan gaat alle snoep mee naar huis. Broertje, ik ga het niet zeggen. Oké, let op. De laatste vraag, jongens. De allerlaatste vraag. Welke rapper die ook een frietent in Amsterdam heeft... Jay. Jordan. Wat dan? ...wordt binnenkort papa. Jay. Boef. Oké. Boef. Jay, ja, wat Jay is het antwoord? Ja. Jay. Moet je horen. Wie is het? Klein. Oh! Ja, sorry. Ik zie allemaal teleurgestelde gezichten. Ze hebben geen snoep gewonnen. Jawel. Nou ja, ze hebben wel wat snoep gewonnen, alleen niet alles. Nou, weet je wat, we gaan gewoon achter de schermen gaan we dit helemaal regelen voor jullie, jongens. Het komt helemaal goed. Of papa er nou mee eens is of niet, wij gaan het helemaal regelen. Het komt helemaal goed, jongens. En wij gaan ervoor zorgen, dat jullie snoep. Je mag ze allemaal hebben. Oh, nee. Allemaal huilende kinderen hier in de studio. Nee, niet huilen. Oh. Nee. Alle kinderen gaan huilen. Dit hadden we kunnen weten. Snoep lijkt op tranen. Wat een ellende. En jongens, alle snoep is voor jullie. Laten we dat afspreken. Alle snoep is voor jullie. Jongens, pak ze. Ik moet eventjes een plaat draaien. Want we moeten dit even gaan regelen, jongens. Blijf even zitten, jongens. We gaan het er zometeen nog even kort over hebben. Ik was al weg. Chaos in de studio. Met muziek van Stefano Yo Silvio. Dit is Lifestyle.